Oh jongens, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn expeditie Robinson hart huilt. Nienke ligt gewoon eruit. En ik weet dat ze nu in de sportschool zit, maar dat interesseert me niet. Ik wil gewoon nu live verbinding met Nienke. Lieve Nien, what the fuck gebeurde er nou precies gisteravond? Ik denk dat ik genoeg druk heb gelegd op de bekenden. Van jongens, wij moeten bij elkaar blijven. Stick together, ons punten meer waard. We hebben nog een Loisa die daar zit. Ik ben op Gregory aan het inspelen. En ik vertel hem mijn geniale plan dat ik mijn moederhart inzet die haar kind zo mist. Wat ook waar is, maar ik tik het tering hard aan. En ja, ze geloven het zo hardcore dat ze me allemaal wegknijteren. Maar dat was natuurlijk een spelletje. Ja, Gregory heeft me gewoon het ootje genomen. Maar Nien, had jij het verwacht dat je er zo uit zou gaan? Dat Robinson-avontuur zo zou eindigen? Want ik, en volgens mij met mij half Nederland, ik dacht echt dat je gewoon in die finale ging komen. Nou, ik had het niet op voorhand zo bedacht. Ik hoopte ook de finale. Ik hoopte zelfs ook om te winnen. Maar ik vond het wel zwaar. Ik had wel, naarmate we de derde week gingen, van pff, zo. Het lijkt dichtbij, maar volgens mij is het nog heel ver weg. En alles wat er nu aankomt is extra zwaar, omdat je nog freaking weinig reserves hebt. Ik heb denk ik Nederland teleurgesteld misschien wel. Mezelf niet. Ik ben echt trots op mezelf, hoe ik het gedaan heb. En hoe ik mezelf doorheen heb gemanoeuvreerd. Erin, eruit, ja. Ik ben echt gewoon trots. Je zit daar, je naam komt 1000 keer uit die urn. Wat gaat er dan door je heen? Ik ben genaaid, ja. Keihard ook. Dat dacht ik. Oh, ik word gepiepeld. Dat dacht ik. Alleen dat dacht ik. Ik bleef ook lachen, want ik dacht, ik weet niet welke andere emotie. Ja, blijf maar gewoon glimlachen in. Boos, maar ik kufferde het. Met het engelengezicht. En de hamvraag is natuurlijk, kun je nog door één deur met Snitta Steve? Steven, hè? Kijk hier dat je het weet. Hij heet Steven. Steven en ik gaan zo. Ja hoor, zelfs toen ik eruit was, niet direct, maar toen het spel klaar was, hebben we gebeld. En hij vroeg hoe ik eronder ging, hoe ik eruit werd gebonjourd. En ik heb verteld nog hoe ik hem on TV had geblast. Voor zover dat natuurlijk in de edit kwam. Maar ik zei al meteen, ik was boos op jou, ik was boos. Ik heb ook lekker in het Surinaams gezegd, lekker voor je. Ik zei, kiesie mooi in die camera. Wij zijn helemaal goed. Het is een spel en ik had helemaal niet door dat al gespeeld werd. Al 2 weken lang wordt het gespeeld, tenminste 2 afleveringen lang. En ik ben helemaal hoehoe. Ik zit gewoon Stijn's haar te vlechten en schelpjes te zoeken. Ik heb helemaal niks in de gaten gewoon. Maar we zijn goed, ja. Ik heb tegen niemand een wrok, helemaal niet. Alleen Gregory, ik kan hem niet peilen, nog steeds niet. Dus ik kan ook niet zeggen of ik hem tof vind. Ja, ik vind hem aardig. Maar ik kan ook niet zeggen of ik hem stom vind. Maar ik kan hem gewoon niet peilen, die gozer. En kijk, bij Amazing kan het natuurlijk allemaal, hè. Wij geven jou nu gewoon een platform. Is er nog iets dat jij wil zeggen tegen jouw slangerige oud-kampgenoten? Ja, alle Snitta's daar, goed gespeeld. Ja, Doe en Laurie, goed op die man ingespeeld. Wij gingen even weg en direct de Dirty Dancing in het bubbelbad. Ja, ik vond het een slimme aanpak. Ja, meer kan ik er niet van maken gewoon. Ik vind het leuk om terug te zien dat ik eigenlijk als een onschuldig, redelijk onschuldig persoon daarin ga. En wanneer ik denk, hart om hart, is te laat. Dus ik ben blij dat mijn ware aard naar boven is gekomen. Ik ben dus van nature niet super bitchy. Ik kan het wel zijn, maar dan moet je me brieven. Kleine aanloop. Want ik heb dat blijkbaar nodig, want het komt niet in één keer. Er moet iets gebeuren dat ik een bitchy word. En ik word de hele tijd gewoon een beetje van, ah, superleuk en we hebben het zo gezellig. En voor mijn gevoel hoef ik mijn bitchiness niet in te zetten. En ja, te laat. Mijn voelsprieten waren op mute. Nou, Amazing kijkers, de groeten weer. Jullie weten nu hoe het in elkaar zit, hoe de vork letterlijk in de steel zit. Ik heb mijn best gedaan. Ik moet dus harder worden in het leven. Dat is de les die we eruit halen. Ik moet harder worden in het leven. Ik moet gewoon direct met een akkefietje iemand op zijn bek slaan. Want anders gebeurt dit dus. Achteraf word ik zelf in mijn rug gestoken. Nou schat, ik denk dat als ik namens heel Nederland mag spreken, vonden we jou allemaal een topkandidaat. Ga gewoon lekker al die agressie nu eruit rachen in die sportschool. En ik zie je snel weer.